ik heb exclusief polscirkel gedaan. Ik heb skischanspringen gedaan. Ik ben nu nog met een paar dingetjes bezig waarvoor ik ben gevraagd. Een paar dingen heb ik geweigerd, want het gaat gewoon te ver, vind ik. Maar ik ben altijd wel voor gekke dingen in, moet ik zeggen. Want het skischanspringen, hoe was jouw ervaring daarmee? Nou, je hebt 3 weken training en bij de 2e dag had ik mijn meniscus al gescheurd. En zat ik in het gips, dus kon ik niks meer. Dus mijn ervaring was niet zo goed, maar als we volgend jaar vragen, doe ik zeker mee. Want die wil ik nog winnen. Ja, nee, het was heel spannend en ook heel eng. Ik bedoel, normaal skiën is al eng. Maar er ook nog eens recht naar beneden gelanceerd worden en goed terechtkomen. Dat is weer wat anders. Maar ja, daar krijg je een 3 weken training voor. Maar ja, als Dientje maar na 2 dagen een ongeluk krijgt. Ik ben ook zo onvoorzichtig. Ja, waarom niet? Ik bedoel, ja, ze vraag je daarvoor. Het is weer een nieuwe uitdaging. En ja, zingen doe ik, zingen kan ik. En de vraag is even zo is. Ik bedoel, wie maakt het nou mee dat hij naar polscirkel kan bijvoorbeeld? Met ijsberen vechten. Wie maakt het nou mee om te gaan schanspringen? Dat is toch allemaal, is toch geweldig? Wat vind je nu eigenlijk het leukste? De muziek of dit soort programma's? Ja, muziek natuurlijk. Ik ben zanger in hart en nieren. Maar er zijn niet zoveel zangprogramma's meer. Dus je moet dan ook andere dingen doen om toch met je kop op tv te komen of wat dan ook. Het is gewoon belangrijk voor mensen zoals ik om af en toe regelmatig toch op tv te komen, laten we eerlijk zijn. En ja, ze niet zo van, vroeger had je TMF, vroeger had je MTV. En nu zijn het alleen nog maar de buitenlandse artiesten die erop komen. Voor onze Hollandse artiesten is het best wel moeilijk. Dus dan moet je af en toe een uitstapje maken in televisieland. Maar doe ik graag. Er komt een nieuwe plaat uit, die ga ik zo zingen. Die denk ik, ben jij? Dus niet dien jij, maar ben jij het liedje? En ja, daar ben ik heel blij mee. En ik heb net de nieuwste demo weer in de auto te horen gekregen voor de volgende single daarna. En dat is echt wel een knaller ook. Het is een zomerknaller. Dus Dientje is leuk bezig.